Marit, Servus. Een hele grote, gezellige, theatrale familie. Met echt heel veel fijne mensen en er zit heel veel creativiteit in onze club. Dus elke keer kunnen we weer met z'n allen iets moois creëren. Dat vind ik heel erg fijn aan Servus. Waarom moet ik op zaterdag komen kijken? Omdat het weer een hele verrassende voorstelling is van Servus. We hebben al zoveel verschillende dingen gedaan. En dit is weer een eigen productie. En dat is gewoon leuk om te zien wat we weer met z'n allen hebben gecreëerd. En het zijn gewoon verrassende momenten. Het is grappig, het is ontroerend. Het is van alles wat. Ik vond dat jullie wel erg veel moesten oefenen. Is dat altijd zo? Nou, dat is nu al wat extremer, omdat we toch in kortere tijd eigenlijk die voorstelling moesten neerzetten. Normaal heb je wat langer de tijd om daar naartoe te werken, maar door die coronatijd was het toch best lang onzeker. Kunnen we nou wel of niet door laten gaan? En dan op een later moment wordt er gezegd, het kan. Dus ja, dan heb je toch weer wat korter de tijd dan normaal. Dus het stond eigenlijk al heel lang in de planning? Nou, we zouden vorig jaar de Addams Family doen. Toen bestond Servus 35 jaar. En ja, dat kon niet doorgaan. En toen gingen we, online hebben we wel met elkaar gerepeteerd. En toen op een gegeven moment kwam het idee, jongens, we moeten wel iets hebben waar we naartoe kunnen werken. We hadden een aantal nummers ingestudeerd. En dat is zeg maar een beetje de leidraad geworden. Toen zijn we met een club mensen bij elkaar gekomen. En toen zijn we gaan brainstormen van wat kunnen we gaan maken. En dit is het eindresultaat. In die rok? Dat zei het antwoord nee. Nou, dat mogen duidelijk zijn dat dat gelogen is.